Met de Backstreet Boys gaan we naar ons wekelijks item: iemand de bal toespelen. En dat doen we vandaag aan Johan Steenbergen. Johan, welkom in de studio van ja, Ram 7. Dankjewel. je hebt de bal in juli al toegespeeld gekregen door Regie Hoeimakers. Waar kennen jullie elkaar van? We kennen elkaar van het uh, Mulier Instituut. Ja? En, uh, misschien heel kort: dat is een instituut uh, gevestigd in Utrecht. En die doet uh, beleidsonderzoek binnen sport. Ja. En, uh, ja. en, en Regie is. Uh, ook een van degenen, we hebben allemaal verschillende clusters en Rezi is een collega van mij. Ja. Je bent de sportonderzoeker. Ja. Wat houdt dat in? Nou misschien even, even. ik ben ooit gepromoveerd op uh, uh, sportfilosofie. Ja. En sportfilosofie, ja, je zou kunnen zeggen, dat lijkt een beetje op journalistiek. Dat stelt kritische vragen over sport. Dus bijvoorbeeld, uh, waarom mag doping wel of niet? Waarom is dat oneerlijk? Uh, wat bedoelen we met fair play? Uh, hoe zit het met gelijkheid uh, als we het hebben over bijvoorbeeld uh, betalingen in de, in, de, in de sport? Hè? Dat je steeds meer verschillen krijgt. Hè? Bijvoorbeeld binnen het voetballen. Weer heel anders dan het basketbal in Amerika, hè, waar ze een soort salary cap hebben. Ja. Dus je, ma je, je stelt kritische vragen ten aanzien van uh, ontwikkeling in de sport. Maar goed, dan worden kritische vragen gesteld. Er komen antwoorden op. Ja. Wat gebeurt er met je antwoorden? Nou, over het algemeen uh, doen we binnen het Milieu-Instituut uh, onderzoek uh, naar sportbeleid. Hè? Dus de Rijksoverheid uh, uh, dat is voor ons een belangrijke opdrachtgever. Hè? Bijvoorbeeld, uh, hoe is het met de sportdeelname, hoe is het met de beweegdeelname? Hoe is het met de inclusie binnen de sport? Uh, discriminatie. Hoe is het met de inrichting van de ruimte? Hè? Als bijvoorbeeld in het Nijmegen of in omstreken gekeken wordt naar van, nou, wie heeft eigenlijk recht op een voetbalveld. Ja, dan moet dat natuurlijk onafhankelijk dat natuurlijk berekend worden. Van ja. nou, hoeveel leden heb je? Hè? Hoeveel capaciteit heb je om, uh, uh, om bijvoorbeeld een, een, een uh, kunstgrasveld uh, te mogen aanleggen? Dus wij doen onderzoek voor beleid. En dat is over het algemeen Rijksbeleid. Hè? Dus VWS, hè, directiesport. Ja. Maar ook heel veel voor gemeenten. Dus jullie zorgen voor de input voor, voor de sportbonden? Ja, bonden ook, maar voornamelijk ook. Hè, je hebt bijvoorbeeld in Nijmegen heb je sportbedrijf Nijmegen ja. hè, of de, 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 de gemeente Nijmegen, die hebben dan sportbeleid. En die willen dat natuurlijk onderbouwd doen. En die willen natuurlijk kijken van, nou, welke vereniging heeft net wat meer steun nodig dan de ander. En, en dan kijken wij van, hoe sterk zijn verenigingen? Hè, en hoe zit het bijvoorbeeld met de vrijwilligers? Hoe zit het met. De weerstand qua, qua financiën. Hoe zit het met uh, waar zetten zij zich onder andere voor in? En voor uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, uh, mensen die een, uh, die een beperking hebben. Dus wij doen allemaal onderzoek op dat beleid, beter onderbouwing kan geven van nou, waar gaan we de komende jaren mee aan de slag. Ja. Voor de sporter, de sporter ziet dat heel vaak als een randverschijnsel. Hè? Ja, ja. Hoe, hoe krijg je dat nou bij de sporter in zijn hoofd uh, dat er veel meer zaken belangrijk zijn om tot een beslissing te komen? Ja, die is, die, dat is allem, een, ja, Ik denk dat je door, door aan te geven dat juist door die randverschijnselen, hè, dus dat je voldoende accommodaties hebt, hè, dat je uh, de, 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 voldoende uh, vrijwilligers hebt, dan kun je ook echt sporten. Hè. Betere trainers, coaches, hè, die, die link kun je wel leggen. Bijvoorbeeld als je, om een voorbeeld te noemen, als je het belangrijk vindt dat kinderen veel sporten. Nou, dan wil je natuurlijk ook wel trainers en coaches voor die groep hebben die een soort ja, een beetje pedagogische achtergrond hebben of daarop geschoold worden. Hè? Ja. Dat, het, uh, en dat is echt wel een verschil met uh, toen ik met de sport begon. Nou, Dat was het toch wel een beetje af en toe, een beetje rouwdouwen. Je hebt nu veel meer coaches, wel vrijwilligers, hè? dat hoeven niet allemaal betaalde krachten te zijn, ja. in tegendeel, maar dat ze wat meer. Uh, 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 ja, onderbouwd uh, 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 voor zo'n groep staan. Hè? Dat, dat, dat niet alle kinderen bijvoorbeeld. Uh, dat ook alle kinderen spelen. Hè? En als je jong bent, dat ze af en toe op een, op een andere plek spelen. Hè? Dat zijn allemaal dingen die zijn nu veel belangrijker En dat is natuurlijk direct voor de, de sporter. Hè? Voor ja. plezier. Even hey, doorgaan op die sporten. Hè? Ja. We hebben de, de week van, uh, laten we zeggen, Matthijs de Licht achter de rug. Hè? Ja, precies. De, ja. De international. Die ja. Ja, dat gisteren in de... goed. Ja, goed, dat is precies waar ik ook heen wilde. Ja. Uh, je heeft bij het Nederlands zelf al een paar ja. ongelukkige wedstrijden gespeeld. Ja. Gisteren kreeg je toch weer de kans bij ja. Manchester United ja. om te spelen. Ja. Ja. Gelukkig dat je natuurlijk een Nederlandse coach heeft die ja. dat allemaal een beetje Absoluut. begrijpt. Hij maakt het meteen waar, Mooi, want hij, hij scoort. En ja. hij is ook verdedigend uh, goed, ja. uh, goed geweest. Ja. Maar het managen van zo'n probleem ja. door een coach, ja. ho ho hoe gaat dat? Nou, ik, ik denk dat, uh, kijk. Ik denk dat, dat je die wedstrijd met Nederlands helft, dan moest je ingrijpen. Hè? Ja. Dat denk ik echt. Hè? Van, want dat is gewoon uh, ook voor hemzelf. Hè? Want mm. bedoel, stel dat hij in de tweede helft, maar ook voor naar het team. Maar ik vind het dus heel sterk van, van Ten Hag. Dat hij zegt van nou, waarom zou ik hem daar nog weer voor op de bank zetten? Hè? Ja. Hij, hij, ik bedoel, kijk, op het moment dat hij bij Manchester United goed speelt. Dan is dat zijn, volgens mij zijn kader. En ik denk dat hij door zo'n wedstrijd als gisteren. Dat, dat het Matthijs de licht een enorme boost geeft. Stel dat, dat Ten Hag hem op de bank gezet had. Ja. Ik denk als je het financieel kijkt, had hij, was hij direct in waarde enorm naar beneden gegaan. Mm. Hè? Dus even los van, de, van het sportieve. Ja. Dus, uh, dus ik vind dat van Ten Hag, uh, dat volgens mij geeft dat aan dat hij inzicht heeft in spelers. Dat hij uh, kijkt van oké, okay, je hebt bij mij altijd gepresteerd. Misschien ook de relatie die hij altijd al had met, uh, met de licht. Hè? Toen in die tijd dat Ajax oh, dat, uh, goed ja. speelde. Dus ik vind dat heel sterk. Uh, en, de, en een goede trainer, ik bedoel, je kunt ze zo wel opnoemen, die heeft gewoon zicht op... Ja, van hoe gemotiveerd is iemand? Waar, waar kun je iemand juist weer, weer sterker maken? Of een beetje bovenop komen? Ik denk dat de licht, als hij gisteren naar huis ging... was, heel anders naar huis ging dan, dan afgelopen dinsdag. Ja. En dat heeft Den Haag daar een belangrijke rol in, vind ik. Je zegt eigenlijk: een, een coach op dat niveau moet die skills gewoon hebben. Ja, ja. ik bedoel, kijk, als je, als je kijkt, hè, van, uh, en dan heb je het over topsport, hè dat ja. is natuurlijk niet alleen het technische spelletje, kijk, uh, maar dat is met name hoe maak je een team? Hoe zorg je ervoor dat iedereen gemotiveerd, dat iedereen, ook de reserves, zich goed betrokken voelen? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is voor een goede, voor een goede trainer. En ik denk dat bijvoorbeeld ook mensen als Slot, uh, ook, ook, ook Bos en dat soort uh, trainers, maar heeft bij de Nederlandse trainers, dat die daar gewoon heel goed in zijn. Is dat uh, op zijn Nederlands, dat ze daar goed in willen zijn ook? Ik denk dat Nederlandse trainers wel wat meer, uh, als je het een beetje een, uh, wat psychologisch, wel wat empathischer zijn. Hè? Dan van wat meer kijken van welke spelers, hè? Van, van wat doet het met spelers. Ik denk dat we daar in Nederland uh, goed in zijn en ook in het team. In het algehele proberen. Ik denk dat we iets minder in een afrekencultuur zitten. Ja. Koeman bij Joey Veerman op de EK. Het Koeman liet uh, uh, de licht ook staan ja. na die eerste maatregelwedstrijd. Ja. Ja. Dus er zijn toch uh, ja. mensen die ja. het, het, het snappen. Kijk, met Koeman vond ik, kijk, de, kijk Veerman, dat was natuurlijk ook een, 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 een voorbeeld van iemand die natuurlijk hartstikke goed kan spelen. Maar soms heb je momenten, ik bedoel, dat het ging heel snel achter elkaar, en het volledig verkeerd ging. Ja, die, volgens mij is het gewoon heel goed dat je die niet laat staan. Maar ik weet zeker dat achter de schermen Koeman hem niet zal laten vallen. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Hij heeft hem ook weer teruggehaald, dus wat dat betreft... Daarom, weet uh, je ja. altijd, uh, ja. Hoe interessant is dat, om, om, dat soort, om die materie over te brengen? Ja, dat is hartstikke leuk. Kijk, uh, weet je, toen ik net in de, dus als onderzoeker in de sport kwam. toen had je veel minder aandacht ook voor. Hè, dus van, van, van hoe kunnen we uh, een sport goed ontwikkelen? Hoe kunnen we. Hè, bijvoorbeeld, de, 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 ik, ben, ik heb ook een afstudeer... Uh, was mijn nevenrichting, was. Uh, sportpsychologie. Ja. ja. Dat werd toen vooral gezien. Hè, dus ik heb het over, over 30, 35 jaar geleden. Mm -hmm. als. dan is er iets mis met je. Ja. Maar nu wordt het veel meer gezien van. Uh, He, hoe moet je motiveren, hoe moet je goed concentreren, hoe kun je niet overconcentreren? Daar is zoveel meer kennis en kunde ja. over. En je ziet het ook binnen, het, binnen de sport. Wordt er natuurlijk veel meer gebruik gemaakt van data, he, van, van onderzoeksdata. Soms kan het ook doorschieten. He, ja. Maar uh, nou, ik denk dat dat hartstikke goed is. De druk, de druk is uh, steeds hoger geworden op het ja. sportgebied, he. zowel op de coach als op, uh, als op een, een, ja. een, een, een groep, ja. een, een sportgroep. Ja. En, ja, en dan komen ook steeds meer mensen om zijn team heen. He. Ja. ja. Vroeger had je een trainer en een, een trainer... en nog een materiaalman en nog een mannetje, een fysiotherapeut, ja, daar was het. Ja. Tegenwoordig hebben ze een hele elftal heel omheen. Hè? Ja, precies. De, 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 wat ze we wel zeggen van een trainer, met in, name in Engeland. Dat is meer een, of een coach, meer een manager van die groep. Ja. En ik denk dat dat voordelen heeft, maar ook nadelen. En ik kan, kan natuurlijk ook doorschieten hè? dat je op een gegeven moment, hè? dan heb je ook wel de discussie dat het allemaal maar op grond van data gaat, dat iemand in de zeventigste minuut eruit gedaan, omdat hij waarschijnlijk al moe is. Ja. Hè? Dus, je wil ook een beetje van die romantiek van, van toeval willen houden. Hè? Ja. Dat, dat is juist ook leuk als sport. Ja. Heeft uh, Johan Steenberger ooit zelf uh, gesport? Ja, ik heb uh, vroeger uh, hard gelopen, uh, basketbal uh, gedaan, uh, heel, op mijn vijftigste nog wat dan triatlon, ja niet de hele triathlon, een achtste, uh, nog wat tennis. Dus uh, ja, ik ben wel echt een, een sportliefhebber. Ja. En zat er in het beoefenen van die sport ook emotie bij? Ja, dat was allemaal schelden, hè? Weet ja? je wel? Nee, nee, natuurlijk. Ja, <laughs> nee, nee, nee. Nee, ik, ik, dat is natuurlijk, hè? Bij sport is altijd emotie. En dan is het altijd van, wanneer ga je net iets te ver of wanneer niet? Hè? Ja. Dat, uh, ja, nee, natuurlijk. Dat is, dat is juist het leuke aan sport, denk ik. Kijk, als ik met jou in een team zit, dan kan ik jou vastpakken en zeggen, verdorie, wat hartstikke goed. Ik zou heel raar zijn als ik je nou hier net binnenkwam, dat ik je zo van, dat is het leuke aan sport. Het is lichamelijk, ja. het is emotie, het is blijdschap, verdriet. Omgaan met verlies, omgaan met, met tegen, tegenslagen. Het omgaan met verlies, hè? Ja. Hoe, uh, hoe ga je daar zelf mee om? Uh, ja, kijk, ik heb natuurlijk niet op, hè, ik heb niet op het niveau gespeeld als die, als die toppers. Hè. Ja. Die zijn zo afhankelijk van uh, of je een wedstrijd wint of niet. Mm -hmm. Ach, weet je, dat, dat, weet je, ook relativeren. Je hebt natuurlijk ook vrienden. Je hebt, uh, maar ik wil, dat wil ik ook niet te, te groot maken. Kijk, als je, ik kan me voorstellen dat een De licht wel even wat professionele ondersteuning nodig heeft van een goede coach. Die zegt, joh kom weer een nieuwe wedstrijd. Kijk, bij mij was het ach, ja. Weet je, ik, ik was niet afhankelijk qua verdiensten. Ik vond het gewoon leuk. Om te doen. Maar je hebt ook wel gewoon. Hè, dat, soms heb je ook dat je denkt. Nou, uh, uh, ik had liever willen winnen. Maar dat was, ach, was niet zo heel problematisch. In zeker Sport eh, verbinden. Absoluut. Ja, ja, ja. en kan en, ja, verbinden. Hè, dat denk ik ook. Hè. Dat, zie, dat zie je ook. Denk ik denk dat dat een van de belangrijkste. Uh, waardes van sport is. He, ja. dat, uh, door de alle lagen van de bevolking, he, en ik heb altijd met Trekvogels in, uh, in Nijmegen uh, gezeten, ja, daar heb je iedereen rondlopen. En ik zit nu bij een onderzoeksinstituut, ja, daar zijn toch hoger opgeleiden. Ja. He, dat is het echt mooi als sport. Het is alles bij elkaar. Ja. Tot slot Johan. Ja. Aan wie ga je de bal doorspelen? Ja, ik heb, uh, ik heb jou iets, uh, Joris Hermans. Ja. Die zou ik, uh, en die had ik wel uh, aangegeven, dat dat is dus een oud-directeur van, uh, van, uh, van de Academie Sport en Bewegen uh, uit Nijmegen, van de Han. Ja. En die is uh, nu is die, uh, directeur van, de, van het Sportcentrum uh, Radbouw. Dus die, uh, die mag je, wat mij betreft, wel benaderen. Ik heb hem al, uh, al gevraagd. Je hebt hem dus al warm gemaakt. Ja, ik heb wel voorbereid op het... Nee. Nou, we gaan contact opnemen met Joris Hermans. Bedankt voor dit gesprek en nog een Graag fijne gedaan. zondag. Johan je Dankjewel, ook jullie op de uitzending. Bye.